Goedemiddag lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer een maandag. En het is al laat. Het heet laat. Ik zal even kijken. 14:25. Astrid die is al geweest. Die is net weer de deur uit. Want die had vanmiddag nog wat te doen. Mijn begeleider is al geweest. En ik ben niet eerder toegekomen aan het vloggen. Dus ik wens jullie eerst een heel hartelijk warm welkom toe bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, en die meneer die heeft de kap weer om, want die zat weer te knauwen aan zijn poten. Alsof die een stuk bonk is. En toen werd er verteld dat mijn accu leeg is, dus ik stop er even mee. En ik zeg tot straks maar weer. Doei doei! Zo lieve vrienden, daar zijn we dan weer. Ja, de batterij is weer opgeladen, dus ik kan weer heen filmen. Zoals ik al had gezegd, was Astrid er heel vroeg en die moest ook ergens anders heen. Dus ja, zat ik dus vroeg alleen, maar dat maakt niet uit. Nee hoor, ik heb aan het werk geweest, want ja, het wordt weer zomer, de onkruid komt weer omhoog. En ik heb die tank toch gekocht bij Action. Nou, dan had ik een soortje schoonmaakazijn erin gedaan. Ik ben aan het spuiten geweest. Je ziet nou enkel nou natuurlijk niks. Maar in ieder geval, ik heb het onkruid allemaal ondergespoten. En daar zit onze kant af. Zo ook naar binnen. En ik zie de maan al. Dus ja. Maar in ieder geval, ik heb alles, het hele terras, bespoten ermee. En ja, die zon die verbrandt het wel. Ik zal morgen weer eens even kijken. En ik zal kijken of er ook, want bij de Action had ik zo'n grote, ik heb er hier nog één. Maar deze azijn, ik heb hier nog een azijn, schoonmaakazijn, maar die stinkt vind ik. Dat is gewoon normale, kijk. Die heb ik dan nog. En die kan ik er ook al doorheen gooien, die ook leeg kan, die tank weg. Maar dan in ieder geval kan ik daarom met een geurtje kopen, dat ruikt veel lekkerder. En dan spuit ik weer. En je blijft wel pompen hoor, net zoals met een kleintje, je blijft pompen. Maar het is beter die grote tank dan zo'n klein tankje, want die blijf je ook vullen natuurlijk. Hé kerel, ja nou, gosje. Hij is zo lief, hé kereltje. Wat voor dikkie, hè? En die ligt er lekker te slapen. En die moet zijn kap weer af, om een keer zo'n paar poten denken van een poezebeest. Hé, jij moet je kap weer af, hè? Ja, moet je weer af, help je? Goed zo! Grote jongen! Hé, grote jongen! Dan ben je lief, hè? Oh ja, ja, je bent een lief. Hé, je bent een lief, hè? Ja, denk aan mijn ketting, hè? Hé? Oh, gosje toch. Hé, oh, gosje toch. Nou. Ja, en het loopt alweer. Het is alweer 6:00 geweest, dus ik zou zeggen. Een hele goede avond. Ja! En geniet daarvan. En degene die nog eten moeten, smakelijk eten. Dat hun krijgen ook zo te eten. Mijn eten is heel erg makkelijk, want ik had gisteren sinds hele tijd geleden weer eens een keer wat besteld bij de Chinees. Dus daar heb ik nog van over. En misschien nog wel een keer, dus maakt niet uit. En hoef ik geen eten te koken, alleen nog in de magnetron. Klaar. Ja toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen gaan. Ik ben nog met een ouderwetse brommer van vroeger, een Zundapp, ben ik aan het tupen, de achtergrond weg. Ik zal het jullie even laten zien, als dat wil. Ja, dat daar heb ik geselecteerd, dat kan ik weghalen. Dat is de, voor jullie blokjes nu, maar voor mij, ja voor mij dus ook. Maar als ik het naar je op zou sturen, dan wordt het wit. Maar voor mij blijft het doorzichtig. Nou ja, dat is voor de vele mensen die dit kunnen, weten ze wat dat is. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden,
geniet van jullie avond. En ik zou zeggen, tot later. Ik weet niet of ik vanavond nog een film, want ja, daar zit ik met twee handen gestrikt. Moet niet, hè? Nee. Want ik bedoel, ik kan het lampje er wel bij gebruiken. Even zien hoe... zo. Nou ja, dat is... Moet ik zo met twee handen gaan zitten? Nou ja, we zien wel. We zullen het wel beleven. Maar kan het niet een beetje snel? Want leven duurt maar even. Ja toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, tot later. Doei doei. En een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag weer dinsdag en de hoeveelste leven van vandaag. Het is 16 april en het is 11:13 minuten over 11. Om 12:30 moet ik weer bij Fysio wezen. Waarom vandaag? Nou, vrijdag zit meneer met zijn kont in Praag. Ja. Nou ja, ik gun het hem. Ja, waarom niet? Het is een lekker lang weekend dan, dus ja, waarom niet? He, dan viert hij de paas lekker daar met zijn gezin, dus hartstikke leuk. Dus vandaar moet ik vandaag heen en ik word weer even gekneed aan alle kanten. Vanwege dat kleine ongelukje die ik afgelopen woensdag bij de FOMA heb gehad. Ja, daar heb ik dus behoorlijk lopdonder van gehad. Maar oké, het komt ook wel weer goed, zeker te weten. Maar het is prachtig mooi weer, het waait wel. Flink. Maar ja, wat wil je? Aan de kust. Eeuwen is lekker te eten. Kandalf heeft een plakworst achter de deur gehad. Frodo heeft hem al op, maar die laat ze eten weer staan. Zoals normaal. Ja. En ik heb mijn eten voor mijn neus. Ja, met een bakje koffie erbij. Lekker. Dat ik zeg gewoon, als vanouds, geniet van je dag. En ik zeg tot straks als ik weer thuis ben. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Mijn bril is nog donker, zoals jullie zien. En die is blij dat ik thuis ben. En die meneer was blij dat ik thuis kwam. En hij is iedere keer aan zijn poten aan het kluiven. En dan leek het tot vurig aan toe. En ja... Dan denk je van ja, hij moet zich toch ook schoon kunnen wassen, maar hij mag dat niet te lang doen, want het wordt echt dan vurig tot bloedend toe. Ja, dan staat het bloed er gewoon voor. Maar oké, het was leuk, het was gezellig bij de fysiotherapie, want ik kwam een vrouw tegen. En nou ja, die zag dus dat ik slecht liep en ze deed de lift van me open, dat ik eruit kon stappen. En toen hadden we het over boosters, etc. En toen vroeg ze wat voor een ik had, Solo 3. Nou ja, ze zegt, ik heb ook een booster. Ik heb een groep voor de boosters. Ik zei, leuk. Nou ja, en verdenk van wat ander. En toen was het namen wisselen en telefoon wisselen. En ik zei, toen zei ze haar achternaam. En toen begon ik na te denken. Ik zei, hé, ben jij soms dan... Die en die, maar ze was er een zusje ervan. Ja! Nou, helemaal leuk! Ja, enkel dat de zusje waar ik het, die ik dus dacht dat ze dat was, die is helaas overleden voor een paar maanden terug. Ja, wist ik het, maar dat ze toen nog leefde, had ik ook geprobeerd met haar nog wel contact te kunnen leggen, weet je. Maar ja, dat gaat allemaal niet meer. Zij is helaas ook weer op haar jonge leeftijd overleden. Is wat heet jong. Ja, ik ben ook nog jong, wordt er gezegd, ik ben 61. Dus ja, en ja. Ze was 2 jaar jonger dan die vrouw die ik daarnet sprak. En die is 71, dus 10 jaar ouder dan dat ik ben. Nou, helemaal nog lekker hip en vitaal en gezellig. En de zusje waar het eigenlijk om ging, dat was een vriendin van mijn moeder nog geweest. En dat mijn moeder voor de tweede keer trouwde, deden ze dat met eigen auto, maar ze hadden wel een chauffeuse nodig. En dat was een vriendin van mijn moeder. En dat was het zusje van deze mevrouw die ik ben tegengekomen. En nou komt ze straks een bakkie doen, dus hoe gezellig is dat? Ja toch? Vind ik helemaal top.
Ja, hè? Je moet eens een keer eten, meneer. Nee, je moet eten. Ja, je moet eten. Ja, je moet eten. Maar dat wil je weer niet. Ho, mijn camera staat zo'n beetje scheef. Zo. Maar oké, over mijn camera ook nog even gesproken. Karin en Roderick, die wisten wel opties om mijn camera weer goed te krijgen met lamp en al. Dus ja, hoe en wat, ik weet het nog niet. Dan krijg ik te horen of te zien via een site of zoiets. Maar oké, ik ga een bakje koffie maken, want ze moet toch uit Nieuw-Nel vandaan komen. Dus ja, ik zou zeggen, geniet van de dag. Want het is prachtig mooi weer, met waait wel. Althans hier. Ik had wel mijn sjaal om, omdat ik een beetje een blote hals heb. Dus ik had wel even een sjaal om. En het was heerlijk om even eruit te zijn ook. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Ga lekker naar buiten. Lekker in de zon. En ik spreek jullie straks wel weer. Doei doei. Dit is dus die vrouw waar ik het al over had. Een hele lieve schat van een vrouw. Ze heet Mary. En binnenkort ga ik naar haar toe. En stel jezelf even voor. Ja, jij, dat doet het dus niet vrouw. Gewoon, ik ben Mary. Dat doei is niks voor mij, de Mary. Doei. Ik ga weer. Dus oh, daar zal ik al moeten wennen. Dat ben ik niet gewend. Dus ja, zoals ik al zei, dat is Mary. Ze is het dus nog niet gewend, maar dat komt wel. Ja, moet ze maar niet met deze gek in de zee gaan. Dus er wordt gewoon in huis gevlogd hier en buitenshuis. Ja, toch? Ja, en ik vroeg of ik mocht vloggen. En dat vond ze niet erg, maar ze wist niet wat het was. Dus ja, dan dat weet ze nou wel. Ja, dat weet ze nu dus wel. Hey, ik ga achteruit. Ja, je weet het. Ja, nou weet ik het weer. Ja, ik ga naar de Breestraat. Oké. Okay. Ik ga het nou voor op waaien. Daarom. Oh, draai jij je deur op? Nee. Nee. Alleen op de hendels? Nee. Oh, s'nachts, ja, dan gaat hij op de hendels, ja. Niet op slot. Niemand die erin kan? Nee, heb ik ook. Dan stonden ze zo raar van te kijken. Ik zat natuurlijk met mijn kamer, natuurlijk ook met mijn keuken, natuurlijk met mijn kop, ik heb ook op mijn oor. Ja, daarop. Hé, hey, nou zie je, hoor je? Is goed, schat. Als je wil komen, dan kom je maar. Dan appen we eerst. Is goed. Oké. Okay. Okay. Doei, doei. Het is lekker, joh. Lekker, hè? Lekker weer. Zeker. Nou, dat was dan Mary. Ja, en die kwam ik dus vandaag tegen bij fysiotherapie. Hartstikke leuk en een gezellig mens. Het enige wat ze heeft, dat is dat ze heel, heel erg hard praat. Alsof ze doof is. Ja. Maar ja, dat legt eraan hoe je bent opgegroeid, wat je bent gewend. Ze is ook 10 jaar ouder dan dat ik ben, maar een heel leuk, lief mens. Ja. Dus daar ben ik wel blij mee. En we kennen elkaar van vroeger. Dus hartstikke leuk, ben er blij mee. Ja, toppie. Nou, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Ik ga ook weer even wat doen. Ja, met ik doen komen we er niet. Ik moet nodig ook nog weer een vlog in elkaar zien te krijgen. En ik wil een bakje koffie. Want ik heb er maar 2 gehad sinds ik thuis ben. En ik zat er meer te praten. Ook Sandra van RLO is geweest. Nou ja, andere week komt ze niet. Heeft ze vakantie. Dus allemaal, het gaat allemaal goed verder. Ja. Dus geniet maar en voor straks smakelijk eten. Doei doei! Ja, lieve vrienden en heren, zijn we weer eventjes om jullie een hele fijne avond toe te wensen. Ja, ik zit vast met een stoel. Om een hele fijne avond toe te wensen, hè? Ja nou, of niet dan? Toch? Ja? Fijne avond aan de lieve vrienden geven, hè? Ja! Oh, wat gaan we doen dan? Oh, krijgt vrouwtje een kusje. Oh, maar dat vindt vrouwtje lief van jou. Ja. Oh, kusje. Hé? Oh, potterdikkie. Ja. En dan zeggen we fijne avond, lieve vrienden. Ja, en geniet er vooral van. En wees lief voor elkaar. En voor later
Welterusten zeggen we dan. Slaap lekker met mooie dromen. En morgen weer gezond. Doen opstaan. Wij zeggen tot dan. Doei doei. Jij? Ja, tot doei. Denk om mijn oorbel. Dank u.